Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Cage Lock met Sander van Gaming SB. Milan, ik wil wat zeggen, maar dat kan alleen, dat kon ik zo net niet doen, want dat moet on streaming. Weet je wat ik van jou vind? Jij vindt mij nicing on the cake? Ik vind dat jij een ijsje bent, want je bent cool en... kut, wat was hem? Nee, wacht. Want je bent cool en hebt een goede smaak. Ja, nou ja. Dankjewel, dat is zo lief in van jou. Je weet niet waar dit een referentie naar is. Nee. Ja, dan komt dat Jordi altijd alles 50 jaar van tevoren opneemt. Oh ja. Nando die had Google Assistant. Oh ja. En toen zei hij dat echt 5 keer achter elkaar. Als compliment. Oh, lol. Ja. Nee, dat is al heel lang geleden. Ja, sad. Zoveel moeite gedaan. Nou, voor de mensen die ook Jordi's kanaal volgen. Voor hun was het heel grappig, want die hebben het vorige week nog gehoord of zo. Dat precies. Deze aflevering komt aanstaande week al online, want zover... Dan wel, want hij is net geüpload die met die ijsje. Oh ja, voor de mensen thuis. Ik heb de vorige aflevering een Carnivine gevangen. Maar nee, tussen de afleveringen in bedoel dat ik. Dat vind ik wel. Oh, die vind ik inderdaad Carnivine. Leaf Tornado. Oh, ik word hydropumped, word ik. Een Krikatoon Stare. Wat is? Oh, dat is een shiny Krikatoon. Oh, nee, dat is een Colossian Krikatoon. Singing? He do be singing in the rain. Ja, letterlijk. Ja, ja. Maar van pokeflute. Ah. Petje? Nee, petje was voor wezen. Ah. Petje oping of petje offing? More like Petja, ik gebruik een ander Pokémon. Nee. Oh ja, was ik niet. Oh ja, de vorige keer was ik dom, waardoor ik veel Pokémon verloren ben. Ja. Hoe kan je nou weer dom zijn, zo? Ik heb nu al een intro moment voor als ik eentje verlies. Oh. Een Pokémon. Een Pokémonnetje? Een Pokémon, dat is Engels. Als we nou straks Fly hebben, hè? Dan ga ik even terug naar Coomarine, want dan heb je nog zo'n stukje waar je een Pokémon kan vangen daarboven. Want je hebt Surf gekregen pas, als het goed is. En dan kan je nog zo'n Pokémon. Ja, dat kan wel. Dat kan wel, zegt hij. Het is gewoon zo, Sandy. Ik ga dood. Laat me eventjes. Nee, je gaat niet dood. Nou. Gewoon Lucario en dan zo'n... Ik dacht kolen. Aurasfeer of zo en dan is het gewoon klaar. Hij focus wel zijn energy, hè? Ja, focus energy. Krijg je creebelings van. Moet je er ook hard van niezen? Wat? Moet je er ook hard van niezen? Nee. Moet je hard van niezen? Waar is het van? Monster Allergy. Dat zeg maar zo niks, man. Monster Allergy krijg je kriebels van. Sander, hoe durf je? Nou ja, het deuntje waarop je het zong zei me wel wat, maar... Het... Nee. Oké, nou, dat kan gebeuren. Ik ben niet boos. Oh ja, ik dacht even poison type, maar hij heeft geen poison moves en die leert hij ook niet. Verdomming. Ja. Ja. Ik ben boos. Ja, dat had erin gehad. Shotting. Gelukkig, ik wil alleen boos zijn. Gloorgas, dude. Sucker Punch, denk ik. Maar dit veel godver. Ik doe. Oké, maar. Changing of planning. Dark Pulse. Changing jij je planning is. Kabooming. Easy win, Sandra. Hij is zoals in Nederland. Of in het Engels zou je zeggen kapotting. Kapotting. En in het Drenthe, kapar. Ja, weet je dat. Omdat mijn maatje zo'n Drenthenaar is. Ja, maatje?
Ja. Mijn maatje is ook opeens een jaartje ouder geworden. Ja joh, echt, ik ben oud joh. Ik heb de kist al besteld. Ja, dat snap ik. Van die ik plankjes. Heb, dat was ook mijn verjaardagswens, zeg maar. Oh, doe maar meteen de kist, want ja. Ik ben toch morgen of zo. Ben ik 100. Hoe durf dus. Je zijn er een? Hoe durf dat is niet waar. Morgen ben ik nog niet 100. Ik ben nooit 100 geweest. Ah! Snap je hem van niet helemaal 100%? Oh, ja, ik snap hem. Je moest hem wel uitleggen, maar daardoor snap ik hem wel. Meestal leg ik hem uit en dan hoefde ik hem eigenlijk niet uit te leggen. Nu legde ik hem uit en moest ik hem oprecht uitleggen. Ja. Wow, dat is nieuw. Yo! Is deze Dweeble Japans? Want hij is een weeb. Wojo? Dat is niet hoe weeb zijn, houdt, toch? Nee. Weeb zijn juist niet Japans. Die willen graag Japans zijn. Nee, precies, want van de animaties en zo. Wat ik niet snap, want... Zeg maar, Japan is een beetje crazy. Ja, valt er alhoewel, mee. Ik zou liever, eerlijk... Ik zou liever Japan willen zijn dan Amerikaans of Russisch. Of Chinees. Nou, Chinees is op zich zelf niks mis mee, maar het is meer de ja, politiek en zit. Ah, niet leuk man. De politieking. Politieking? More like, daar houden we nu over op, Ing. Want dat is niet leuk. Oké. Okay. Dankjewel, Ing. Lidwick, weet je wat ik daarvan vind? Ik vind dat... Coole girl? Een heet hoofd. Snap je? Maar hij heeft zo'n vlammetje op zo'n hoofd. Hij heeft ook een lichtpuntje op zo'n hoofd, maar ja... Een li... Nee, throwing backing. What the freak. Nou, over throwback gesproken... Weet je welke video op mijn kanaal heel goed gaat? Ik zat te checken in mijn statistics. Wat, die Nickelodeon-serie die wij hebben gedaan ooit? Nee. Dat is wel heel lijp. Nee, het was de... De Cage Lock, de eerste aflevering. Die had ineens... deze maand had hij echt... wat was het? Iets van 7 tot 10 views of zo. Dat ik dacht, wat? Wacht, welke Cage Lock? Diamond Pearl. De Diamond Pearl. Ja. Doe maar wat je wil. Jij meent het verschil. Yo! Quagging Siring. Quagging Siring. Ja. Dus. Dit wordt, het blijft nog steeds spannende gedoe worden. Zeker omdat het volgende gym een gym is van harmonische types. Oh, kunnen we niet eentje levelen of vangen, bedoel ik? Jawel, we kunnen er in het stadje eentje vangen. Ah, oké. Okay. Full team of 6, hoop ik. Nee, eentje. Ja, hoeveel Pokémon heb jij nu? Jij hebt dan een full team of 6. Ja, wel met een Zigzagoon die ik liever inderdaad Gone in de PC had gehouden, maar... Nou, ik zou er blij mee zijn als ik er een zou hebben. Ja. Liever wel een dan, zeg maar, nog een Pokémon minder. Dus... Vergeef jij het me als ik over de level cap heen ga? Want ik heb maar 3 Pokémon en mijn Pokémon zijn al bijna bij de level cap. Ik vind voor elke Pokémon dat je niet in je party hebt, dat je 2 levels hoger mag. Hoppatee, kijk, dat is 6 levels hoger, kabooming. Ja, maar dat is denk ik wel eerlijk, toch? Want ik bedoel, zeg maar, de level cap gaat er vanuit van een team of 6, zeg maar. En dan is het goed te doen. Maar ja, als je dat niet hebt, dan wordt het ineens best wel pittig. Dus dan zou ik zeggen, voor elke Pokémon minder in je party, moet je... Compensaties. Ja. Nou, daar ben ik het wel mee eens, dankjewel, Henk. En we willen ook niet dat we door de Nuzlocke, zeg maar, naar de tering gaan. Als er iemand naar de tering gaat, dan is het door elkaar. Nee, ik denk dat we niet zo snel door elkaar door naar de tering gaan. Nee. Hoeveel staat het nu eigenlijk? Volgens mij gaan we er redelijk gelijk ik op. Denk, volgens mij sta jij 4-3 voor of staat het 3-3? Ik denk dat het 3-3 staat. Ja, dan denk ik 3-3. Ja, ik denk dat het 3-3 staat. Oh, ik ben Rock! Hey, je bent dezelfde trainer als mij aan het bevechten. Jij gaat er alleen iets sneller doorheen dan ik. Ja, maar ik heb een Bug-type en ik... Mm-hmm. Ik was alleen even vergeten dat ik ook Rock-type... Oh, wacht, maar Rock...
Grass en... Dat denk ik altijd. Dat is ground, wat? Sander. Dat is ground. Wat, ground wat, is super wat? Effective. Nee. Ja, ook. Maar ook grass is super effective voor brok. Wel? Oh. Nee. Zeker. Ik weet het nooit. Ik haal ground en rock altijd door elkaar. Misschien omdat elke ground Pokémon bijna een rock Pokémon is. Dat is niet waar. In oudere generaties. Ja, in oudere generaties is dat wel zo, ja. Dus daarom, ja, vind ik dat lastig. Ik vind Fairy haast nog makkelijker. Terwijl daar heb ik helemaal, daar heb ik eigenlijk amper mee gewerkt. Maar ik weet dat, Poison en Steel is super effective. Klopt. En Dragon is immuun. En deze Invernape is kut. Nee, grapje, ik hou van Invernape, maar het is wel eventjes vervelend met vechten, zeg maar. Ik en kan mijn geest inzetten, want zo'n geest kan in ieder geval niet punchen in. Die is geestig. Zeker, het is zo'n geestig chlorgasje. En dat is op een schaal van 1 tot 10 heel geestig. Shadow Punch. Hij kan mij niet punchen, ga ik hem wel punchen. Yo, wil je nog een beetje punch? Zijn we op een feestje, want ik doe Shadow Punch. Snap je? Ik snap hem deze keer, Sander. Oh, ik hoef hem niet uit te leggen. Nee. Want punch is een drankje, zeg maar. Ja, je bent zo lul. Ik was al helemaal op voorbereid dat ik hem wel moest uitleggen. Toen mocht het okay, niet. Oké, okay. Toen mocht het niet van Jan. Toen ben ik sad. Nee, valt op mij. Ik hou van. Kutte. Je bent zo'n stalen Pokémon. Ja. Dat klopt. Oké, ik zal nu winnen, man. Body slamming. Want dat kan paralyzen. Slamming your body. Paralyzed. I'm paralyzed. Moet je niet op een eenpom doen? Oh nee, wacht, dat kan wel. Lick moet je niet op een eenpom doen. Nee, dat klopt. Allee. Maar body slamming kan wel. Oh ja, rain. Ja. Oh nee, dat is andere rain. Wat een vieze vuile klauwitser. Maat, ik word hier zo hard in mijn kontje gebonkt, daar word je bang van. Ik denk ik ga... ik denk... Ja, ik weet niet goed wat ik tegen deze guy moet doen. Want ik heb niet echt iets dat resist. En als je ziet hoeveel dat doet... Wacht, water is special. Ik zou als ik jou was... Lucario Mega Evolve. Aura's weer? Ja, toch wel. Van lagere defense, though. Zou die eerst zijn? Ja, maar dan moet ik niet. Zeg maar, ik kan die switch niet veroorloven, want dan krijgt hij een attack en dan. Ja, aan de andere kant. Ja, ik moet wel. Oh ja, als de Pursuit doet, dan word ik echt boos. Niet dat ik verwacht dat hij mee heeft, maar dan word ik wel boos. Ik heb het volgende probleem, Sander. Ik heb 2 keer Leaf Tornado gemist en hij heeft zichzelf gesword danced. Oh, nu heb ik een Attack of Opportunity, Sander. Nice. Hey, maar die dobbelstenen die je hebt gekregen, die zijn fucking vet. Voor de mensen, ik wou hem echt net... Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik weet toch even niet wat ik moet doen in de ding. Mm-hmm. Dit zijn dus de dobbelstenen die ik heb. Oh, hij staat gespiegeld. Ja, kut, sorry. Nou ja, hier staat dus Catch Die Set. Gespiegeld voor jullie. Maar ik weet niet hoe scherp die stelt. Maar het is dus zo, elke... alles zijn katvormig. En alle... hoogste getallen, dat zijn echt letterlijk katten, zeg maar. Ja, dat moest ik eventjes laten zien. Ja, erg leuk. Ik moet merken, zeg maar, hij deed nu... hij deed Hydro Pump. Die kan ik stallen met Hyper Potions. Mag die alleen geen crit of
Highball krijgen. Uh-oh. Dus dit is eng. Maar ja, dit is de enige manier. Waarom doe ik het ook met elkaar? Ja. Je hebt hem ook nog steeds niet gemaggif, of dat scheelt ook in... Ja, maar ja, ik kreeg de kans niet, want ik switchte oh, en toen... Oh ja, ja, sorry, my bad. Of ik moet Zigzagoon checken. Ah, die heeft ook, die heeft echt slechte special defense. Maar zeg maar, een modderig kipje. Het is vooral de regen die het hem doet. Was het een trainer? Oh ja, want er staan twee Pokémon. Ja, kut, maar als Aqua Tail ook zoveel doet... Dan heb je een growth probleem. Ja, want Aqua Tail heeft echt iets van 10. Ik weet niet welke attacks hij nog meer heeft. Denk je dat ik moet stallen? Ik denk het wel, hè? Ik vind dat lastig. Ik zou eigenlijk geen andere optie weten. Nee, daarom. Je kan sowieso niet naar Dweeble. Ik weet niet, misschien dat. Ik weet niet hoe hoog de special defense van Gengar is. Nee, lager dan die van. Metal One. Ja, dit was. Dit. Oeh, dit was een high roll, denk ik. Oh, 200, oké. Okay. Maar hij moet gewoon eventjes iets doen om mijn. Hij moet een non-damaging move doen. Of in ieder geval geen water move. Maar de kans dat hij dat doet is zo laag. Doet hij Dragon Dance? Nou ja, als hij Dragon Dance zou doen, dan kan ik attacken en Mega Evolven. Dus op zich... Mm-hmm. High risk, high reward, zeg maar. Ik had deze trainer ook eigenlijk willen ontwijken, maar lukte niet. Ja, support 50. Freshwater ook. Oh, dit is echt kut. Ik denk dat ik een Pokémon ga verliezen. Maar als ik een Pokémon ga verliezen, dan wil ik gewoon... Dan zou ik Lightning verliezen. Ja. Nee, maar die is ook damage, dat ga ik sowieso niet doen. Ja, het enige wat je moet hopen is dat die Lightning dit one hit KO'd. Ja, anders heb ik er nog niks aan. Mm-hmm. En dat doet hij waarschijnlijk wel, want... Zeg maar, zijn special defense is 64. En deze is 80. Ja, dat was wel een ding. Ik denk dat je Aqua Tail nog net overleeft. Alleen dat je Hydro Pump niet overleeft. Ja, één dingetje. Ik weet dus niet hoe vaak die Hydro Pump heeft gedaan. Oh, dat hij ook Aqua Tail heeft gedaan. Volgens mij heeft hij 3 keer Aqua Tail gedaan. Ik had 8 Hyper Potions. Dus dan heeft hij... Nog maar 2 Hydro Pumps gedaan? Nee, dat klopt ook weer niet. Dan had ik 9 denk... waarschijnlijk, heeft hij 3 Hydro Pumps. Dat klinkt logischer. Ik denk alleen nog dat hij nog niet door zijn Hydro Pumps heen is, hoor. Nee, maar hij heeft er 5, dus dan... Hij heeft er nog 2 waarschijnlijk. Want hij heeft 3... Hij heeft 5 Hydro Pumps en waarschijnlijk heeft hij er 3 gedaan. Oké. Okay. Stallen totdat hij... Ja... Dat hij door zijn Hydro Pumps heen is, denk ik. Ja, Aqua Tail, kut. Oh, crit! Oh. Ik durf niet meer met Luca. Ik wil, zeg maar, ik wil niet... Zeg maar, ik wil... Het liefst wil ik, zeg maar... Zigzagoon verliezen, zeg maar. Dat kan ik veroorloven. Mhm. Soms moet je seks maken. En ik wil hem ook best wel sekken. Alleen het ding is... Dat hij moet het wel overleven als hij nu Hydro Pump doet. Wat hij waarschijnlijk niet doet, omdat ik op 5 leef. Want Hydro Pump kan ook missen, toch?
Ja, maar Hyrule kan ook missen. Dus waarschijnlijk doet die Aquatail hopen dat Sexagon dat overleeft. En dat hij geen crit krijgt. Dat is het enige. Oh, nice! Ja, ik moet hem toch checken. Het, zeg maar, ik vind deze dev niet... Nee! Okay, oh nee, maakt niet uit, oké. Okay. Ja, die het was nog steeds heel niet heel handig. Ja. Want als hij nu... Oké, ik moet even... Nou, Sander, je hebt... Ja, nu moet je opletten. Zeg maar, ik vind hebt... Hij kan dit overleven nog, hè, als hij nog een aquatail doet. Ja, als hij een low roll krijgt waarschijnlijk. Oh! Maar dan moet ik switchen naar Lucario, zeg maar. Alhoewel, ik kan hem ook nog een keer healen. Ik heb nog één Full Restore. Ja. Hopen dat hij Aquatail doet. Habit kan flintje, toch? Ja. Please. Jammer. Oké, okay, nu kan je wel free switching. Oh! Ik moet hebben, denk ik. Ja. Ik was eerder. En ik denk haast dat het killt. Zeg maar, en al killt het niet, ik was hem dan toch kwijt. Lekker! See! Zeg maar, MVP! Dit ging wel lekker. Ging wel lekker. Lekker zijn Rang. Oké. Oh, wie staat voorop? Sowieso niet Sixagon trouwens. Ik denk Furry. Ah, oh, dat is niet erg, want die heb ik geheeld natuurlijk. Nu kan ik mijn bit van. Nou, laat maar. Ik zal het niet verklappen. Verklapping. Deze guy heeft volgens mij verslagen, dus dat is niet erg. Yo! Wie ken jij? Deze ken jij, denk ik. Dat klopt, ja. Ja. Holy damn, heel ziek. Heel ziek, King. Oh, ik ging... Echt... Ja, ik ga het gewoon vertellen. Ik ging zo goed met de Seeking Lock, hè. Echt. Ja. Eén dev. De eerste sessie, dat was de eerste 4 gyms. Mm-hmm. Deed ik nog een sessie. En toen werd ik gedestroyed door die Sabrina, joh. Niet normaal. En ja, dat was niet toen leuk. Was je afhang. Nou, nog niet. Maar ik zit er nu heel erg tegen aan te hikken om door te gaan. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik ga waarschijnlijk niet winnen. Als ik een Goodrod had, had ik misschien andere Pokémon nog tegen kunnen komen. Maar om die te halen moet ik zo en terug. En ik heb nog geen Fly, dus daar heb ik echt geen zin in. Is dit de enige Pokémon die je kunt krijgen dan? Ja, met een Ultrot wel, ja. En... Goodrot krijg je? En Coumarine City. En dat is? Bij de... voor de vierde gym. Oh, maar dat... Oh, maar heb je hem dan niet gewoon gelukt? Nee, ik had al gekeken. Ah, nee. Ik ook niet. Waarom heb ik het nooit gehaald dan? Hé! Een shiny is er al. Nou, dan hoef je ook niet moeten voor de Google Cloud. Nu is de grote vraag, Sander. Ga ik er een... Welke Pokémon ga ik ervan maken? Als ik hem vang. Misschien... Poliwhirl? Nee, oké. Ik zal even niet kutten. Ik denk Poliwhirl, omdat ook fighting. En jij hebt nog geen fighting. Nee, dat klopt. Ik weet alleen niet wat Harmony doet op fighting. Ik heb hem wel. Pure Water type is op zich ook best wel OP. Dus je zou er oprecht nog wel voor kunnen kiezen om Politoed. Alleen voor mijn gevoel zijn stats gewoon slechter of zo. Maar dat weet ik niet zeker, hè? Dat is gewoon wat mijn gevoel zegt. Ik denk dat ik gewoon voor... Polyfret gaan. Ja,
Mijn gevoel zegt dat hij als Pokémon beter is, zeg maar. Maar... Holy Fred. Oh, is dit water? Water. Hebben we nog geen surf? Ja. Alleen, ja, wel, als het goed wel. Misschien heb je nog niet geleerd aan iemand. Oh, dat zou kunnen. Ja, en dan moet ik even eentje uit de box. Of iemand moet het kunnen. Oh. Nou, oh, ding is kan het. Op zich niet heel erg als hij surf kan. Nee, alleen wat we hadden afgesproken is dat je het wel tegen trainers mag gebruiken, maar niet in de cage fight. Ja, ja, klopt. Oeh, hij evolueert. Vet. Toch in een Poliwhirl. Toch voor de Poliwhirl gekozen. Ik ken je ook zo goed, hè. Ik ken je zo goed. Ik zit echt zwaar aan te denken om terug te fietsen. Of ieder... Oh! Oh, die mag je niet. Ik heb hier al een shiny. Oh, die is zo vet. Je had je token van Snorlax al ingeleverd, hè. Ja, al lang. Damn it. Die is zo vet. Dat lijkt een Tompoes. Ik wil hem vangen, maar dat mag niet. Nee, ik kan hem wel vangen. Maar dan mag ik hem toch niet gebruiken in de lock. We moeten ons een beetje houden aan de regelings. Zeg maar... Ja, ik kan hem alsnog vangen en nooit gebruiken. Gewoon illegaal hem om, maar... Je kan hem vangen. En als komt er nog een token Pokémon? Dat weet ik niet. Ja, ik ken deze game beter dan ik. Ja, het was even hard op nadenken, zeg maar. Ja, oké, okay, nee. Nee. Weet je, ik vang hem gewoon, gebruik hem in principe niet. Ja, dat. Oké, okay. Prima. Waarom start mijn Wurtle op mijn laptop? What the frick? Mijn laptop is helemaal lijp, joh. Heel lijp. Ja. Lijp Murkrow flavor? Dat. Exact dat. Is Power Punch niet heel slecht, maar wel dat hij dan zo doet van, yo, attack omhoog. Want dan. 40. Nou, nah, als het 20 was geweest had ik het gedurfd, maar nu durf ik het niet. Dit is zo zonde. Als ik hem zomaar nooit ga mogen gebruiken, is het echt heel zonde. Maar hij is wel vet. Vet doet shiny. Gewoon pijn om hem niet te vangen. En hij is inderdaad gewoon echt heel vet. Oh. Hij zit heel erin. Ziek. Ja, het moest. Het moest, jongens. Het moest. Ik noem hem ook gewoon Tompoes. I don't care. Ja. Jammer, ze hebben geen poison type gemaakt in deze game. Dat vind ik wel jammer. Dat is wel jammer, ja. Zou ik hem expres zo schrijven? Ja. Ja, fuck wow. It. Omdat hij ook nog een vrouwtje is, mag het. Oh, geen battle, hè? Oh, wat nee, is dit nee, nou nee. Even onzin? Het is geen battle. Het is geen battle. Een huis. Wow, een huis? Nog nooit eerder gezien. What's inside? Waarschijnlijk meubels. Een keuken. Een toilet. Oh, ik heb een king's roll. Ik wil iets proberen of ze dat aangepast hebben, omdat het... Zeg maar. Wacht maar, King's Rock is voor. Politoed. Gewoon om te kijken, dan gebruik ik wel gewoon Politoed. Als het werkt. Wat ik wil. Oeh, Hydro Pump? Nee, dat gaan we niet doen. Ja, het werkt! Oké, dan gebruik ik gewoon Politoed. Normaal moet je ruilen, maar nee, ik ga wel gewoon voor Politoed. Als ik hem krijg. Oh, ik heb op ja gedrukt. Op iets, ik weet niet wat. Als ik hem krijg, ga ik wel Poliwhirl, denk ik. Alhoewel, ik heb al een fighting type, dus voor mij is Politoed ook wel handig. Maar ik heb waarschijnlijk geen King's Rock. Oh yo. Nee, het is geen randomizer. Nice thing on the cake. Zeker nice thing on the cake.
sake, nicing on the caking. Hyper voice, is dat harmony time? Nee. Sound type is dat toch? Ik ken de sound type van Pokémon. Oh, gewoon 90 damage? What the fuck? En mijn special attack is beter, dus dan kan ik beter gewoon wake up slap wegdoen. Wat spot blot. Oké, nice. Dan ga ik stiekem kijken of ik al naar de volgende route kan lopen om nog een Pokémon te vangen. Maar ik ben er bang voor. Piep, 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 piep. Laat het me waiting. Zullen we de aflevering beëindigen? Mag ik één visje? Ja, één visje. Blub. Ja, shiny Politoed. Dat zou heel funny zijn. Helaas. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Vond het leuk. Amigos.